Hallo meisjes en jongens, goedemiddag dames en heren. Welkom bij deze uitzending van Schooltelevisie. We beginnen met de 7e aflevering uit de serie Dag Dag. Met als titel Straks weer een dagje uit. Dag, 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 als ik vragen mag. Word je rood, wit of blauw? Word je zonnig of grauw? Word je 1 op de 1000 of 1 van de 7? Word je een dagje van niks? Of de dag van mijn leven? Word je een softdag of bofdag? En maak je me blij? Hé, hey, zeg dagje, wat dacht je? Oh, ligt dat aan mij? Hé, hey, zeg dagje, wat dacht je? Oh, ligt dat aan mij? Het is winter. Samen gaan we eens kijken op een paar plaatsen waar we gewoonlijk zomers naartoe gaan. De geit, die ken je wel. Er zijn er een heleboel in het geitencentrum in Lelystad. Je kunt in het geitencentrum een kijkje gaan nemen en dan krijg je te zien en te horen hoe de geiten verzorgd worden. Het is januari. In de winter komen er niet veel bezoekers. Er zijn veel vrouwtjesgeiten. Aan hun dikke buik is in de maand januari te zien dat er jonge geitjes komen. Hier worden de dieren gemolken. De geiten die straks jongen krijgen, geven geen melk in de weken voor de geboorte. Daarom is er nu tijd voor een flinke schoonmaakbeurt van de melkinrichting. Hier wordt van geitenmelk kaas gemaakt. Nu er niet veel melk is, is het er stil. En in de kaaswinkel is het ook niet druk. Het is nu februari geworden. In deze maand worden in het centrum de meeste jonge geitjes geboren. De grote bol op de grond is de uier, die weer boordevol melk zit. Daarnaast kun je al een pootje van het geitje naar buiten zien steken. De buurvrouwen kijken toe. Het kopje en de voorpootjes komen tevoorschijn. Geboorte drinken de jonge geitjes 2 of 3 dagen melk bij hun moeder, omdat die melk erg goed voor ze is. Daarna heeft de boer de melk nodig om er kaas, yoghurt, boter en karnemelk van te maken. Dan krijgen de kleine geitjes melk uit de fles. Die melk is gemaakt van melkpoeder. Als je de fles niet te pakken kunt krijgen, dan maar zo lang een vinger. Buiten het stalletje staat een emmer met melk. De 4 slangetjes gaan naar deze spenen. Nu leren de geitjes dat ze aan die spenen moeten drinken.
die kleintjes zijn over een paar maanden flink gegroeid. Dan komen de bussen met schoolkinderen en de dagjesmensen. Ze kunnen kijken naar het melken, het voeren en het kaas maken. Het Rijtuigmuseum in Leek. Van Pasen tot oktober kun je daar een kijkje nemen. Wij kijken er nu alvast even rond. Door een poort en over een ophaalbrug kom je op het terrein van het museum. De kassa achter de brug is nu nog gesloten. In het deftige huis woonden vroeger rijke families. Het huis en de andere gebouwen zijn nu een museum waar je allerlei soorten rijtuigen van vroeger kunt bekijken. In de winter staan ze hier zo'n beetje door elkaar of onder plastic opgeborgen. In deze werkplaats worden sommige oudjes opgeknapt. 100 jaar geleden werden deze wielen gemaakt en ze werden donker geverfd. Later verfde iemand er geel overheen. Dat wordt nu voorzichtig afgekrapt, zodat de wielen weer worden zoals ze eerst waren. Dan komen ze weer onder deze open zomerwagen, die ook op een opknapbeurt wacht. Als een deftig rijtuig jaren door weer en wind rijdt, gaat de kapper van binnen zo uitzien. Daar moet straks wat aan gedaan worden. Een ouderwetse reiswieg wacht ook op een verjongingskuur. Dat inklappen was om hem door het portier van een koets naar binnen te krijgen. In het museum wordt alles weer mooi gemaakt voor de paasvakantie. Als je hier na de winter komt, staat alles mooi opgesteld. En dan is er een gids die veel leuke dingen weet te vertellen over alles wat met rijtuigen te maken heeft. Naast het Rijtuigmuseum ligt jeugdpark Nienoord. Hier zit ook niemand bij de kassa. Zou er helemaal niemand zijn? Daar is een station. Misschien zit daar wel iemand die kaartjes verkoopt. Nee, ook al niet. Een piepklein perron. Kijk eens naar die rails. Heel smal. Als dat een seinpaal is, dan is hij wel warm ingepakt. Op de spoorlijn is het stil. Maar binnen, in het stationsgebouw, zijn mensen bezig. Treinen moeten worden nagekeken en schoongemaakt en soms gerepareerd. Een ruimte vol stoom, want een stoomlocomotief staat klaar voor een proefritje. Zomers kun je hier een treinreisje maken met het kaartje dat je aan het loket koopt. Hier wordt een soort bus gebouwd. Daar kun je in de zomer ook een rit mee maken. Deze meneer verft het onderstel van de bus. Buiten staat de motor van de bus. Twee fjordenpaarden. Die kunnen goed tegen de winterkou. Binnen staat een ander soort paard. En de ezeltjes waarop je zomers kunt rijden. In jeugd
Jachtpark Nienoord hebben ze bijzondere dieren. Ben je wel eens zo'n varken tegengekomen? Of zo een? Deze koeien heten lakenvelderkoeien. Het lijkt net of er een laken over hun rug ligt. Er zijn nog veel meer dieren. We kunnen ze nu niet allemaal bekijken, maar deze slaan we toch niet over. Al die dieren moeten verzorgd worden, ook nu het park gesloten is. Behalve dieren is er een speeltuin, maar daar is nu echt niets te beleven. Nog even een kijkje in een ander gebouw van Jeugdpark Nienoord. Hier wordt aan klein spul gewerkt. Het hoort allemaal hier, waar 35 soorten treintjes in de zomer rondrijden door bergen en over het vlakke land. Maar nu zijn ze nog in winterslaap. Bart woont in het Dolfinarium in Harderwijk. Dat is een park met grote zeedieren. In de winter is het gesloten. Buiten zie je twee soorten zeeleeuwen. De kleinste soort, Californische zeeleeuwen. En de grotere, stellige zeeleeuwen. De grote, 11-jarige Bart kwam hier als jonkie en is met de zuigfles grootgebracht. Zeeleeuwen hebben kleine oorschelpjes en een flinke snor. In de zomer geeft deze groep een voorstelling en er wordt over ze verteld. Er is een vijver. Niet met eendjes, maar met zeehonden die in zout water zwemmen. Hij wil ook een visje en laat dat duidelijk merken. Zeehonden hebben ooropeningen, geen oorschelpen, zoals zeeleeuwen. Dat is goed te zien. Een grote massa spek, een walrus. Dit zijn Ivan en Natasja. Door hun dikke speklaag kunnen ze goed tegen ijskoud water. Thank you.
Het hoort allemaal bij het oefenen voor de zomervoorstelling. De walrus heeft het onder water druk met de gegrapte emmer. Er is alleen een visgraat overgebleven. Toch nog bedelen. Gaan we binnen een kijkje nemen. In de zomer geven zeeleeuwen hier een voorstelling. Door een raam kun je ze onder water zien zwemmen. In dit gebouw zijn kleuters aan het oefenen, jonge dolfijnen. De trainer blaast op een fluitje wanneer ze moeten springen om de vis te pakken. Les mag het best eens fout gaan. Als het lukt, krijgen ze altijd een visje als beloning. Dan doen ze volgende keer extra hun best. Intussen wacht Gudrun op haar les. Zij is een orka of zwaardwalvis. Tot slot nog een partijtje neus- en staartbal van de volwassen en jonge dolfijnen. In de lente gaat het dolfinarium open en dan zullen de dolfijnen heel wat ballen tussen het publiek gooien.